begrijp dat de heer Duivestein hierbij een vooraankondiging doet dat hij net zo principieel gaat zijn als de heer Nagel in het algemeen is. Heel goed. Nou, meneer Ruus. Mevrouw de voorzitter, ik hoor meneer Duivestein zeggen dat hij gezien heeft dat de minister een aantal verbeteringen heeft aangekondigd of van plan is te doen. Ik zou willen vragen, heeft hij gehoord of gezien dat de minister nog wil investeren uit die 1,7 miljard in de woonsector? Is dat een verbetering die jij gehoord heeft of heeft jij die niet gehoord? Tenminste, ik heb hem niet gehoord, maar als u hem gehoord hebt, zou ik het graag van u horen. Ja, ik kom zo even op die materiële kant terug. Voorzitter, nu terug naar de brief van de minister. Wij zijn nogmaals de bezwaren rondom die wet maatregelen woningmarkt op het punt van de verhuurdersheffing, die zijn nog steeds, wat ons betreft, hebben we nog steeds daar grote zorgen over. Meneer Ruus. Dank u wel voor de voorzitter. Ik hoor meneer Duivestein zeggen, ik heb daar persoonlijk die visie over. Ik zou graag van meneer Duivestein horen of hij nou hier voor zijn persoonlijke mening staat of namens zijn fractie en namens zijn partij. Dat wil ik wel graag weten. In dit geval beide, voorzitter. Ik weet dat op een geweldige manier te combineren. Het is vervelend, dat geef ik toe. Ja, soms neem ik een minderheidsstandpunt bij mezelf in, maar dat is dan weer een ander onderwerp. Voorzitter, terug naar het woonakkoord. Het regeerakkoord ging uit van 2,1 miljard. Dat is teruggebracht naar de 1,7 miljard. Ik kan de brief niet anders lezen dan dat de minister nu voor het eerst heel nadrukkelijk heeft aangegeven dat hij bereid is het tarief van de heffing, om dat tarief van de heffing bij te stellen indien daarvoor aanleiding is. We hebben natuurlijk in de afgelopen dagen heel vaak op meerdere plekken met elkaar gesprekken gevoerd. Om ook heel scherp in beeld te krijgen van wat dan nodig is voor die evaluatie. En de manier waarop de evaluatie op dit moment omschreven is. We zouden het ook nog belangrijk vinden dat er wat meer aandacht gegeven gaat worden aan de positie van de huurders zelf. Maar de manier waarop de evaluatie omschreven is, geeft ons en het feit dat de evaluatie een jaar naar voren is gehaald. Een van de suggesties van de heer Van Bokstel, waar ik hem buitengewoon dankbaar voor ben dat hij die suggestie deed. En het feit dus dat de minister heel nadrukkelijk aangegeven heeft dat hij op basis van die benchmark, die wordt veroorzaakt door de verhuurdersheffing, hè, ten opzichte van de huidige situatie en de situatie van de verhuurdersheffing, dat hij bereid is te komen met noodzakelijke en tijdelijke aanpassing. Dat geeft, om ongewenste effecten zoveel mogelijk te beperken, dat geeft ons in ieder geval de overtuiging dat we de mogelijkheid hebben om binnen niet al te lange tijd, want we praten toch over een overzichtelijke periode, om in ieder geval binnen niet al te lange tijd te voelen of het verantwoord is om op deze lijn door te gaan, dan wel dat die zou moeten worden bijgesteld. En ik nog één opmerking. En ik zie het dan ook, ik wil het dan ook interpreteren zoals de minister het zelf aangaf, als een intelligente horizonbepaling. Ik betreur dat die horizonbepaling er niet in zit. Vind ik ook een verlies voor mezelf. Vind ik jammer. Maar het is in ieder geval, laten we zeggen, op deze manier heeft het een vorm gekregen waar de fractie van de Partij van de Arbeid mee kan leven. Mevrouw de Boer. Dank, voorzitter. Ik denk dat we hier op dit moment de draai kunnen markeren, maar daar ging mijn vraag niet over. Die vraag ging over van u noemt, ik zie duidelijke verbeteringen, ik weet niet meer wat precies het woord was, over de evaluatie. Er wordt substantieel aangegeven waar die evaluatie moet gaan. Kunt u precies aangeven wat er nou is toegezegd, wat die evaluatie nou anders maakt dan de evaluatie die al in de Tweede Kamer was toegezegd, behalve dat die een jaar naar voren is gehaald? Wat is er nou precies nieuw aan die evaluatie? Nou, wat nieuw is, is de toezegging van het kabinet dat als uit de fundamentele evaluatie blijkt dat afwijkingen ten opzichte van de benchmark wordt veroorzaakt door de verhuurdersheffing. Dus er wordt nu een duidelijke vergelijking gemaakt. Ben ik bereid tot de noodzakelijke en tijdelijke aanpassing van wet en regelgeving om de ongewenste effecten zoveel mogelijk te beperken. En daaronder is ook begrepen een eventuele verlaging van het tarief. Dus de 1,7 miljard kan eventueel worden verlaagd.
Voorzitter. En dan vervolgens heeft u aangegeven dat de verdere opties ten aanzien van de voering van een investeringsfonds, dat die dus daar onderdeel van uitmaken. Voorzitter, maar is dat niet altijd het doel van een evaluatie, dat je als dat aanleiding geeft tot beleidsaanpassingen, dat je die doorvoert? Ik lees daar niks nieuws in. Nee, u leest er niks nieuws in. Ik lees erin wat ik er op dit moment in heb gelezen. Ik vind het jammer, maar goed, dat is niet aan mij om dat verder te verantwoorden. Ik vind het jammer dat het kabinet niet de bereidheid heeft om die horizonbepaling op te nemen. Ik denk dat dat beter is geweest zou zijn. Maar ten opzichte van de situatie zoals we die aantroffen, is dit wel degelijk een verschuiving en een verbetering. De voorzitter, ik wil meneer Duifstein graag vragen. Hij ziet een aantal verbeteringen, hoor ik hem net vertellen. Hij zei dus straks al, de minister is bereid het tarief van de heffing bij te stellen. Dan zou ik eerst van meneer Duifstein graag willen weten, heeft de minister dat gezegd? Met ingang van wanneer? Is dat nu? Of is dat ergens in de toekomst? Nou, ik kan lezen. Wanneer is dat, zou dat zijn, zegt u? Ik kan lezen. Nee, maar ik vroeg aan u, wanneer is de minister bereid om die tariefheffing bij te stellen, zoals u zei? Met de ingang van 2017. Oh, juist. En de evaluatie vindt u ook voldoende? Meneer Duifstein, ik wil niet vervelend doen, maar bent u niet gewoon heel erg aan het draaien ten opzichte van uw eerste termijn? Moet u goed luisteren. Ik wil het nog een keertje hardop gezegd hebben. Ik ben niet een bondgenoot en al helemaal geen verlengstuk van de oppositie die het onderling niet eens is met elkaar. Snap je? Dus de Partij van de Arbeid neemt hier een positie in. En ik neem daarin ook zelf een eigenstandige positie in. En dat betekent dus dat we op dit moment vanuit het feit dat deze brief er op deze manier ligt. Dat hebben wij met elkaar hier veroorzaakt. Nou, ik tel mijn zegeningen op dat punt. En dan geef ik toe dat ik liever een horizonbepaling zou hebben gehad. Daarnaast zijn er twee belangrijke andere toezeggingen gedaan, die ook in de brief zitten. En die toezeggingen die hebben te maken met het feit dat er een investeringsfonds komt. Ik heb zelf, voorzitter, de behoefte om daar toch nog een paar vragen over te stellen in de richting van de bewindspersoon. We hebben heel nadrukkelijk verzocht om laten we zeggen, die twee pijlers te krijgen. Dus aan de ene kant een heffing die weliswaar voor de staatskas betekenis heeft, maar aan de andere kant een heffing die betekenis gaat krijgen voor een nationaal investeringsfonds. Ik deel op zichzelf de opvattingen van de heer Eschers daarover. Ik zou het waarderen als de minister daar nog wat explicieter over is. Hij heeft dat aangegeven in zijn brief. En tenslotte heeft hij in de brief aangegeven dat hij als een toegelaten instelling, hè, dus dat hij dus binnen het wettelijk kader dat hij dus de mogelijkheden gaat opnemen voor de wooncoöperaties, zodat er dus een stap gezet kan worden in de richting van de burger. Meneer Ruurs. Fijn, mevrouw de voorzitter. Ik hoorde meneer Duifstein zeggen dat er een toezegging is voor een fonds. Ik heb dat niet gehoord en ik wil graag van u horen welke toezegging is er voor het fonds, wanneer, welk bedrag. En ik geloof ook, u wil niet zeggen dat meneer Essers er iets gezegd zou hebben. Ik heb dat niet gehoord van meneer Essers, die wil ook nu dat fonds hebben. Ik kan maar één conclusie trekken, u bent gewoon gaan draaien. Ja. Meneer Essers. Voorzitter, ik hoorde de heer Duifstein zeggen dat hij liever een horizonbepaling had opgenomen. Hij staat er ook namens de Partij van de Arbeid-fractie. Ik neem aan dat de Partij van de Arbeid-fractie dan voor de motie van het CDA gaat stemmen, die oproept om een horizonbepaling zo snel mogelijk in de wet op te nemen. Ja, ik waardeer dat u de grenzen opzoekt. Ik herken dat. Dus wat dat betreft kunnen we elkaar een hand geven. Maar het mag duidelijk zijn, nogmaals, we hebben in de afgelopen dagen we hebben keiharde discussies gevoerd over deze wet. Dat is denk ik ook voor de Senaat met een ongekende felheid en hardheid en in de meest brede betekenis van het woord. En ik denk dat, want we hebben natuurlijk te maken met een coalitie en met partijen die een woonakkoord hebben afgesloten. Ik ben ervan overtuigd dat er in deze Kamer een veel bredere steun is voor een sociaal stelsel dan wat we op dit moment
zeg ik met een lichte pijn in mijn hart, dan dat we op dit moment aan het verankeren zijn. En het debat wat we voeren is te trachten het gedachtegoed van Heerma, het gedachtegoed van Schäfer, het gedachtegoed van, nou toch zeker ook van Remkes, om, laten we zeggen, dat sociaal stelsel, dat sociaal huurstelsel weer betekenis te geven. Dat is de inzet van het hele discours en van het debat. Ik heb daar zeker niet in alles mijn gelijk gehaald. Maar als de minister gaat uitwerken wat ik geformuleerd heb in de sfeer van de wooncoöperaties, dan betekent het dat er voor het eerst in Nederland een systeem ontwikkeld gaat worden wat zit tussen huur en koop in. Voor het eerst zijn het niet alleen de woningcorporaties die uitmaken waar lagere inkomens wonen, maar kunnen lagere inkomens, zouden lagere inkomens, hoe heet het, kunnen voorzien in hun eigen huisvesting. En in Nijmegen en in Almere wordt bewezen dat dat kan, zelfs zonder subsidie. En als tweede, en dat is dat investeringsfonds, het staat in de brief, de minister heeft dat aangegeven, hij is bereid naast de wet verhuurdersheffing een wettelijk kader te creëren voor een investeringsfonds. En dat investeringsfonds, dat zal inderdaad op den duur gevuld moeten worden. En ik deel uw opvatting dat dat een veel groter deel zou moeten zijn dan we op dit moment hebben. Dat is te marginaal. En daarom ben ik ook blij met het feit dat de minister bereid is te kijken naar verdere opties ten aanzien van de voeding van een investeringsfonds. Meneer Kortom, Essers. Ik tel daarin mijn zegeningen, maar ik ga zeker niet zeggen dat ik heel rijk geworden ben. Meneer Essers. Voorzitter, mijn zorg gaat vooral uit naar de jaren 2014-2015, waar er geen investeringsfonds is, waar er geen garantie is dat er geen aantasting zal plaatsvinden van de investeringen. En dat we dus moeten wachten op die evaluatie en kijken wat er daarna gebeurt. Ik kan een heel eind met u mee gaan en voelen. Dat hebben we ook gedaan in dit debat. En ik heb ook altijd begrepen dat de democratie meer is dan 50% plus 1. En het feit dat deze wet afhankelijk is van één stem, naar alle waarschijnlijkheid, geeft aan dat er te weinig draagvlak is voor zo'n ingrijpende heffing voor de woonmarkt. Volgens mij ben ik degene die dat nou juist geproblematiseerd heeft. Ik vind het een heel groot probleem dat er geen woonakkoord ligt in de samenleving. En ik zeg opnieuw dat het relevant is, dat het noodzakelijk is, dat dat wel gaat gebeuren. Want we kunnen hier heel stoer, laten we zeggen, onze hand opsteken en een beslissing afdwingen met één stem meerderheid. Maar daarmee hebben we nog steeds het stelsel niet gered. Voorzitter, als het mag, ik ga zo straks ook nog wel op de heer Duifstein reageren, mijn eigen termijn. Maar naar de heer Essers, ik vind het echt bijna grotesk van het CDA dat u nu de heer Duifstein de maat neemt op 38-37, terwijl uw partij tijdens het vorige kabinet niet anders gedaan heeft dan met een geleende stem ieder moeilijk wetsontwerp door het parlement te jagen. Het is echt grotesk. Mevrouw de voorzitter, dat noemen ze een jijbak en daar wil ik niet op reageren. Nou ja, wat ik Ik wilde afronden, voorzitter, met de, zeg ik ook in de richting van de heer Essers. Ik wilde afronden met de, ja toch de ik heb dat wil ik even als persoonlijke verantwoording nog zeggen. Ik heb geprobeerd, laten we zeggen, en ik vind het heel goed dat we in de afgelopen weken een groot aantal gesprekken hebben gevoerd die heel sterk inhoudelijk zijn geweest. Ik heb geprobeerd, laten we zeggen, de inhoud centraal te stellen. En laten we zeggen, weg te blijven van het cynisme wat toch de politiek zo vaak domineert.